De Belgische overheid pompte tijdens de huidige kredietcrisis al 24 miljard euro in de financiële sector. Meteen is dit terugkeer van de overheid als ultieme behoeder van het vertrouwen bij de publieke opinie. Maar hoe goed is die overheid in haar werking? Hoe efficiënt is ze? Precies op die vraag formuleert het Itinera-instituut een antwoord in haar jongste studie. Voor de onafhankelijke denktank Itinera Instituut is het duidelijk. De overheid moet en kan beter. In zijn inleiding zet General Director Mark de Vos uiteen waarom een doorlichting van de efficiëntie van de overheid noodzakelijk is. Dus de overheid heeft een belangrijke rol in de economische prestatie van een land. En in de context van de globalisering is die rol al maar belangrijker. Want in de globalisering moet u in staat zijn om te veranderen. Moet u in staat zijn om beslissingen te nemen. En die beslissingen worden dan door de overheid genomen. Dus het vermogen van een overheid om te gaan met veranderen is een belangrijke economische factor. Een tweede reden van het waarom van onze studie is dat de burger, de publieke opinie, ook verandert. Die verandert in zijn positie ten aanzien van de overheid. Men is meer een klant van de overheid, men verwacht van de overheid resultaten en er ontstaat een vorm van cultuur met mondjesmaat, al veel meer in andere landen, een vorm van cultuur waarbij de burger transparantie, communicatie, informatie wenst van de prestaties van de overheid. En dan heb ik het bijvoorbeeld over het fenomeen van rangschikken. Rangschikken van universiteiten, rangschikken van prestaties van scholen, rangschikken van prestaties van ziekenhuizen. Dat zijn fenomenen die in de westerse landen meer en meer ontwikkelen. En het is in België essentieel, als u een draagvlak wil creëren voor een betere overheid, dat daar een democratische component versterkt wordt. En de derde is misschien de meest evidente reden waarom we verplicht zijn, of we dat nu willen of niet, of we dat leuk vinden of niet, verplicht zijn om over overheid na te denken. Dat is het feit dat de overheid heel oud is, de oudste van de OESO, voor een enorme demografische uitdaging staat. Dus 40% de komende 10 jaar ongeveer staat klaar voor gepensioneerd te worden. En dat kan nog meer zijn afhankelijk van welke overheid we spreken. Dat zijn enorme uitdagingen. En dat betekent dat u op het vlak van uw organisatie, op het vlak van uw personeelsbeleid, gaat veranderingen moeten doorvoeren. Dus dat zijn 3 belangrijke redenen. 1, economie. 2, democratie. 3, demografie. Waarom we naar de overheid moeten kijken waarom overheid belangrijk is. De analyse leert dat die overheid niet sterk presteert. Dus de overheid is groot, de overheid is duur, de overheid is zeer actief. En wat bereikt ze daarmee? Dat is de vraag die wij ons stellen. Dat is voor ons de kern. Hè? De kern. Wat levert dat op? Wanneer u kijkt naar zeer sociale doelstellingen, armoede, ongelijkheid, werkloosheid, basisopleiding, basisscholing, leeftijdsverwachting, gezondheidszorg. Wanneer u daar kijkt naar de output, de resultaten, dan stelt u vast dat we daar zeer mediaan, zeer gemiddeld scoren. Dat we een grijze middenmotor zijn. Dus langs de ene kant hebben we wat de input betreft zeer veel middelen, zeer veel mensen, zeer veel activiteit. En langs de output zijn we middenmoot. Daar schort iets mee. Ja, daar schort iets mee. En dat is het uitgangspunt geweest van onze benadering. Er zijn cijfers over efficiëntie. Ja. De Belgische overheid is dus duidelijk op het vlak van link tussen investeren en uitkomst niet bij de meest succesvolle overheden in Europa. Daar is een ruimte voor verbetering. Dus er is een duidelijk probleem. Er is een duidelijk probleem qua performantie, qua prestatie, qua kwaliteit van wat de overheid aflevert. Itinera poneert ook oplossingen voor het overheidsprobleem. Senior fellow Jean Hindrings bundelde dit alles in het boek Copernicus voorbij. Van verwarring naar consensus. Wil de overheid meer resultaat boeken, dan moet ze zichzelf meer evalueren. Het resultaat van die evaluatie moet ook aan de burger worden voorgelegd. Er moeten budgettaire keuzes worden gemaakt. Nieuwe projecten kunnen enkel wanneer er geld voor is. De administratie moet meer autonomie en verantwoordelijkheid krijgen. Ambtenaren moeten beter opgeleid en meer gemotiveerd worden. En tenslotte moet er meer eenvoud komen door meer coördinatie.
Er is geen alternatief, zo luidt de conclusie van het Itinera-instituut. De demografische uitdaging van het verouderend overheidspersoneel laat geen ruimte voor een status quo. Maar tegelijkertijd biedt deze uitdaging ook voordelen. Een nieuwe jonge ambtenaar kost gemiddeld 60% minder dan een oude ambtenaar. De komende jaren gaat 40% van de ambtenaren met pensioen. Op 10 jaar tijd biedt dat een besparingspotentieel van 12 miljard euro.